Hallo mensen, leuk dat je weer kijkt. Met vastelovend voor de deur gaan wij een leuk skitterke weer een vlees maken. Het is natuurlijk van belang als dat je met die dagen op paard gooit, dat je een goede boom hebt. We gaan een stoofpotje maken van kalfse kade en met paddenstoelen. Hier heb ik wat prei liggen en wat ui en wortel. Die gaan we even snijden. De ui in blokjes. Dan gaan we verder met de prei. Die heb ik al doormidden gesneden en al zuiver gemaakt. Die komen in halve ringetjes. En dan de wortel. Sneden we eventjes door de helft en nog een keer door de helft. Moet ik ook gewoon een beetje fijn. En dan gaan er allemaal paddenstoelen in. Ik heb hier kastanje paddenstoelen. Ik heb hier oesterzwammen, kastanje champignons en shiitake. Nou, de oesterzwammen, die gaan we even in reepjes snijden. Dan heb ik hier de kastanje champignons. Snijden we door veren. En dan hebben we hier de shiitake. Doen we even het steeltje verwijderen. Nou, als je champignons zuiver wilt maken, moet je nooit naad maken, maar altijd schoon borstelen. Dus die moeten we altijd ruw blijven. De champignons nemen veel vocht op, dus dan werken ze een beetje sponsig. Nou, dan heb ik hier de kalfse kade, die heb ik al gesneden. Ik kan zien dat er nog een beetje vet aan zit, maar dat maakt het vleesje extra mals. Dan heb ik witte wien en wat kalfswond. En dan gaan we eerst eventjes het vlees aanbakken met de groentjes. Nou, dan heb ik wat boter in de pan warm laten weren. Dat geeft dan het kalfse kade bij. Het bakken rondom groen. Het vlees kruiden we een beetje met peper en zout. En dan wachten we nu even tot het vocht weg is. Nou, het vocht is helemaal verdampt. Nu kunnen de groentjes erbij. Dan blussen we dat nu af met wat witte wijn. En de kalfswond. Dan gaan we nu de deksel erop doen en laten we dat ongeveer anderhalf uur stonden. Nou, het vlees is lekker gaar, alle groentjes zijn geslingerd. Ik heb ook een beetje laurier en tijm toegevoegd. En dan gaan we eventjes de champignons apart bakken, de paddenstoelen. Die heb ik er nog meer met tijm bij gedaan, omdat de champignons wel nog een beetje een bite moeten hebben. Kruiden we een beetje met peper en zout. Bij jouw
leven verstiert. Nou, om dadelijk de saus een beetje te bingen, heb ik een papje gemaakt van bloem. Schoen bloem met een beetje van een kallesvond. En dat even door een zeef gehaald, zodat er geen klontjes ontstaan. Nou, mocht de saus een beetje te dik zijn, kun je als ik nog iets van fond toevoegen. Je neemt me mee. Dan heb ik wat zilveruitjes erbij kunnen. Ook die heb ik nog niet erbij gedaan, want die moeten ook nog een beetje knapperig blijven. En dan komen hier dadelijk de champignons mee. En om de saus wat zachter te maken, doen we er wat kookroom mee. Ik kies altijd voor kookroom, want slagroom dat gaat al gauw schiften. Dus kookroom moet gewoon mij koken en dan blijft de saus gewoon mooi. Ja, dan gaan we het bordje opmaken. Ik heb er een leuk pannetje voor gekozen. Nou, kun je lekker eten met wat frietjes of rijst, brood kan erbij. En het is natuurlijk weer makkelijk dat je het weer van het dag van tevoren kunt maken. Wat broodjes erbij, kruidenboter erbij. Nou, de recepten van dit lekkere gerechtje is natuurlijk uiteraard weer af te halen op de redactie van Weer TV op je restaurant TOS. We gaan met u daar ook vastelovend veren en vanavond woensdag, als woensdag, zien jullie weer welkom bij restaurant TOS. Ik wens u een fijne, gezellige, plezierige en smakelijke vastelovend. Met vaste rood.